Hoi beste kijkers, Dre hier. Ik ben hier in de naam van SECO, Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog. En dit is een passante schuilkelder voor ongeveer 50 personen. Wat deze zo bijzonder maakt, is dat hij ruim 30 jaar niet meer open is geweest. En bij van de stichting krijgen we dus de gelegenheid om deze te openen. Restaureren, repareren en zover maken dat hij toch open kan in de nabije toekomst voor het publiek. Dus jullie gaan erbij zijn dat we hem gaan openen en hoe het er van binnen uitziet. Dus blijf kijken, dus, het gaat heel spannend worden. Dus hier gaan we straks ook de weg vrijmaken, een stuk opengraven zeg maar voor het ontsnappingsluik. Die moet ook worden vrijgemaakt en dan deze deur. Deze deur moet er helemaal uit. Er komt een nieuwe voor in de plaats. Ik wacht op de rest van de crew. En dat gaat echt spannend worden vandaag. Stay tuned! Nou, de rest van de manschappen zijn gearriveerd. Onze voorzitter die gaat straks die deur helemaal uitzagen. Ja. Nice. Lekker bezig. Oh, kijk dan toch. Oké. Nat? Voorzichtig, hè? Fijn. Oké, beter. Deur gaat gelukkig. Nou, we gaan als eerste naar binnen. Juist. Er staat ook al een laagje water hier zo. Oh yeah. Oh, lekker zeg. Hoeveel is het? We zien nog niet veel van. Gaan we naar binnen. Oh, daar staat er nog een. Ik ga naar binnen. Dames en heren, dit is hem dan.
moet... Ja, maar hij zit vast. Kijk, ik krijg hem er niet in. Oh, daar gaat hij op. Oh, die moet hier naar binnen. Kijk. Ja, die zit hier vast. Een beetje kerkkoning. Ga ik deze even zien te redden. Is originele poepdoos zitting. Ja. Gees, hè? Zal er lopen. Ook maakt er ook. Ja, maar ja, dit is het. Ziet er niet verkeerd uit. Kikken toch? Ja. Alles de lucht inlaat. Ik heb het nog aan geprobeerd te draaien, maar er zit geen beweging in, maar dat komt allemaal goed. Was dan aangenaam verrast door de kwaliteit eigenlijk van de schuilkelder. Dus, filter, dat is een emmer voor de van de wielboeien naast, watertank. Dit is ook, dit hoort hier ook nog allemaal bij, deze watertankjes. Maar kijk joh, hoe gaaf is dit dan? Dit is echt gewoon de krent en de krent. Voor onze stichting, dat is echt geweldig dit. Dus we gaan hem straks leeg pompen. Gaan we kijken wat we allemaal moeten restaureren en zo. Dat is best wel veel werk. Maar ja, we gaan ervoor. Dus dit is hem dan. Kijk, geweldig. Hey, leukjes! Nou, zoals jullie hebben gezien, de deur is open. We zijn al binnen geweest. Ja, alles staat er eigenlijk nog. Zelfs nog wat dubbele spullen. Ja, dat is alleen maar goed voor ons natuurlijk. Er moet er wel het een en ander aan vernieuwd worden, zoals de zittingen bijvoorbeeld en de rugleuningen. Maar ja, verder is alles nog helemaal super intact. Dus we gaan het meemaken. We hebben hier heel lang naar uitgekeken. En het is nu eindelijk zover dat hij dus open is. Dus dat is weer een overwinning voor de stichting, zeg maar. En we zijn er super blij mee. En, we gaan alles aan het werk stellen om deze schuilkelder voor het publiek, ook voor het publiek een beetje toegankelijk te maken. Zeg maar. Dus, blijf kijken vooral en
volg ons. Ik zal de link onderin zetten naar onze Facebookpagina. Zodat je ons kan volgen wat wij zoal gaan doen en vooral nog mee bezig zijn ook. Dus blijf vooral kijken. En, nou, in de tussentijd is de schuimkelder helemaal zo goed als droog komt. Ja, natuurlijk kan hij ook een klein beetje leggen natuurlijk nog, maar over het algemeen is die redelijk gedroogd. We hebben hem erg aangetroffen, want die lag vanmorgen nog onder water. En dat is een beetje restwater, zeg maar. En dat, die ga ik sowieso over 2 dagen, dan ga ik hier al beginnen. Gaan we, al die zittingen die gaan eruit. Stukken van de tafel die gaan weg. Dit ook. Dit is nog te redden. Het is wel beschimmeld, maar dat is nog te doen. Dat gaan we allemaal weghalen. Alles wat kapot is, dat gaat gewoon weg. En wat we nog kunnen gebruiken, dat, dat is best nog veel eigenlijk. Dat heb je hier voor de watertank. Maar die is nog helemaal intact. Helemaal intact. Nou, kijk, dat geeft al aan. Zie je hoe vochtig het hier is geweest. Dus ik denk dat het is water, maar het is gewoon opgebouwd door het vocht. Wat een ding, man. Kijk, ze is hetzelfde water in de rond. Zo vochtig is het hier eigenlijk. Ze hebben onze handen lang vol. En ik ga het sowieso blijf ik hier foto's en video's maken over het vooruitgang van de reparatiewerkzaamheden. En zo, kijk, zelfs deze. Makkelijk schakelaar, zelfs die is nog helemaal goed. Een beetje graffiti, maar ik heb zelfs eigen gezien. Nou, ik wil met dit fragmentje gelijk afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben, deze schuilkelder. In deze staat, en dat wij dus de eer hebben om te mogen beheren. En dat doen we met alle plezier. Dat zijn we eigenlijk ook voor Stichting SECO, Cultureel Erfgoed Koude Oorlog. Ik wil jullie bedanken voor het kijken en blijf ons vooral volgen op social media. Ik zal ook een paar linkjes plaatsen onder in de video, zodat jullie ons ook kunnen volgen via Facebook. En ook de voortgang van deze geweldige schuilkelder, hoe die er dadelijk uit gaat zien, hoe die er nu uitziet en hoe die er dadelijk uit komt te zien. Dus stay tuned, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.